In deze video bespreken we alles wat je moet weten over de zindelijkheidstraining van je pup of hond. En de zindelijkheidstraining van je pup hangt af van zijn leeftijd, de omstandigheden waarin hij is grootgebracht en jouw inspanning om het zindelijkheidsproces te begeleiden. Ik ben Geert de Bolster, hondenpsycholoog en ontwikkelaar van je hond opvoeden met de connectiemethode. Een manier om een diepe band met je hond op te bouwen door middel van kennis over hondengedrag en mindfulness. Mijn missie is bijdragen aan het geluk van honden, mensen en andere dieren. Bezoek zeker ook eens mijn website. Je vindt de link onder deze video. De meeste pups zijn zindelijk rond de leeftijd van 4 à 6 maanden. Maar nog op veel jongere leeftijd, wanneer ze zo'n 3 weken oud zijn, beginnen ze al zelfstandig instinctief het nest te verlaten en willen ze eigenlijk hun behoefte niet meer in hun eigen nest doen. En tegen dat een pup 7 weken oud is, dan heeft hij een vaste uitlaatplaats voor zichzelf gezocht en gevonden en zal hij het nest niet meer bevuilen. Dus het enige wat dan vervolgens belangrijk is, is dat jij je pup gaat begeleiden om hem te leren dat je volledige huis zijn propere, veilige omgeving is. Hoe maak je een puppy zindelijk? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wanneer je begrijpt hoe je pup denkt en hoe hij leert. En wanneer je je aan volgende 5 aandachtspunten houdt, zal alles vlot verlopen. Punt 1. Creëer een routine. Routines zorgen ervoor dat je pup makkelijk begrijpt waar en wanneer hij zijn behoefte moet doen. Dus het is goed om op geregelde tijdstippen met je pup naar buiten te gaan. En de regel is dat na het slapen, na het eten, na het drinken en na het spelen. En eigenlijk om het 1,5 uur. Dit zijn momenten waarop hij vaak de aandrang voelt om zijn behoefte te doen. Punt 2. Observeer je pup. Het is aan ons om de taal van onze hond te leren begrijpen. Om zijn gedrag te leren kennen. En daarom moet jij je pup observeren. Dus wanneer je merkt dat hij gaat snuffelen, rondlopen, wat onrustig gedrag vertoont, dan is het goed dat je je pup naar buiten begeleidt. En je doet dat door een woord eraan te verbinden. Je kan bijvoorbeeld zeggen, puppy, wil je plassen, wil je poepen, wil je naar buiten? En vervolgens begeleid je hem naar buiten. Punt 3. Begeleid je pup naar de juiste plek. Het is goed om je pup zijn behoefte te leren doen op een vaste plek. Bijvoorbeeld in de tuin of tijdens het uitlaten aan de leiband. En als hij op de juiste plaats plast of poept, laat hem dan weten op een enthousiaste manier hoe trots je op hem bent. Die verbinding ondersteunt jouw hond in zijn leerproces. Punt 4. Gebruik een plasmat voor honden. Op momenten dat je geen tijd hebt voor je pup, of dat je hem niet kunt observeren, of dat je hem alleen achter moet laten, is het goed dat hij de ruimte krijgt om zijn behoefte te kunnen doen. Zodanig dat je een beetje voorkomt dat je op je dure tapijt of op het parket zijn behoefte zou doen. In die ruimte leg je een plasmat. En die plasmat is eigenlijk maar tijdelijk. Want wanneer jij vorige punten gaat toepassen, ga je merken dat het zindelijkheidsproces vlot zal verlopen. Maar op die momenten dat je geen tijd hebt, bied je hem de mogelijkheid om op een specifieke mat zijn behoefte te doen. Je legt die mat op een plaats waar jij vermoedt, daar zal hij waarschijnlijk zijn behoefte doen. Later, wanneer je pup zindelijk is, kan je die plasmat geleidelijk aan weer gaan afbouwen. Punt 5. Blijf geduldig en consequent. De zindelijkheidstraining van je pup kost tijd en toewijding. Een pup leert op zijn eigen tempo en volgens zijn eigen mogelijkheden. Heb vertrouwen in je pup, in de mogelijkheid om zijn instinct verder te ontwikkelen en om te leren om zijn behoefte te doen op een plek die jij hem hebt geleerd. Voorkom om emotioneel te worden of om je pup te corrigeren wanneer hij iets binnen doet. Wanneer je begripvol blijft en hem blijft ondersteunen, zal dat het vertrouwen in de band tussen jullie gaan versterken en dat helpt omdat je pup sneller zou leren. Sommige hondenverzorgers ervaren dat het zindelijkheidsproces moeilijk verloopt en daar zijn enkele oorzaken van. En de eerste oorzaak is de plaats waar je pup is geboren. Dus wanneer je pup niet de kans heeft gekregen om, wanneer hij 3 weken oud was, het nest te beginnen verlaten om zijn behoefte op een andere plek te doen, ja, dan was hij verplicht om tegen zijn instinct in zijn behoefte te blijven doen op zijn veilige plek in het nest. En natuurlijk
is dat niet bevorderend voor zijn leerproces, voor zijn ontwikkeling. En dat kan ervoor zorgen dat het zindelijkheidsproces van je pup wat langer duurt, omdat hij die voorbereiding eigenlijk niet heeft gekregen. Dus jij start op dat moment bij stap 1. Hem leren, hem helpen om op een andere plaats dan in zijn nest zijn behoefte te doen. Heb vertrouwen in je pup. Hij kan het leren. Het is aan ons om hem daarin te ondersteunen. Zijn instinct is aanwezig en het instinct zal zich ontwikkelen. Maar wanneer jij je daar emotioneel druk over maakt, je zorgen maakt, eventueel je pup gaat corrigeren wanneer hij niet doet wat je wil, ja, dat zal natuurlijk niet bijdragen tot die mooie ontwikkeling van je pup. Een andere oorzaak waardoor het zindelijkheidsproces van je pup moeilijk kan verlopen, zijn gezondheidsproblemen. Sommige pups lijden aan Giardia. Giardia is een bacteriologische ontsteking in de darmen. En dat zorgt er natuurlijk voor dat het spijsverteringsproces ontregeld wordt en dat een hond meer zijn behoefte zal doen. Maar anderzijds, wanneer een pup ziek is, ja, dan staat zijn brein niet open om te gaan leren. Zijn brein die staat op dat moment open voor zijn gezondheid, om te herstellen, om te rusten, om steun te ervaren van zijn verzorger en niet om te leren. Dus het is belangrijk dat we eerst de gezondheid van onze pup in orde brengen, vooraleer we zijn zindelijkheidsproces kunnen gaan begeleiden. En tot dan is het aan ons om begrip te hebben voor de toestand waarin onze pup zich bevindt. En nog een laatste oorzaak waardoor het zindelijkheidsproces moeilijk kan verlopen, is de foute denkwijze en aanpak van de hondenverzorger. We denken vaak dat we onze hond moeten corrigeren als hij in huis doet en dat het normaal is dat een pup heel snel zindelijk wordt, maar zoals ik zei, hij kan het maar doen op zijn eigen tempo. En het is aan ons om onze pup daarin te begeleiden. En onze pup die kan maar leren volgens zijn mogelijkheden. En wanneer wij onze pup snel gaan laten weten van nee, ik wil niet dat je in huis plast, dan wordt onze pup angstig. En dat zorgt ervoor dat hij zijn behoefte gaat beginnen doen op plaatsen waar jij het niet kunt zien. En dat jij hem dan moeilijk kunt observeren. Wanneer je aandacht eventjes verzwakt is, zal hij snel naar een plaats gaan waar jij hem niet kunt zien en snel zijn behoefte doen. En dan denken mensen vaak, kijk, hij test mij uit, hij doet het opzettelijk. Nee, hij is gewoon bang van jou. Hij begrijpt jou niet. Een pup heeft steun nodig, zorg nodig. En dat is wat wij moeten doen. Wij moeten onze pup observeren. En wanneer we de signalen zien dat hij zijn behoefte moet doen, moeten we hem in alle rust begeleiden naar een veilige plek. Veiligheid is alles voor een pup. Conclusie, het zindelijk maken van je pup vraagt tijd en inspanning. Maar wanneer we onze pup begrijpen, zal het zindelijkheidsproces vlot verlopen. Maar houd er ook rekening mee. Iedere pup is een individu met zijn eigen mogelijkheden, met zijn eigen geschiedenis van waar hij afkomstig is en kan alleen maar leren op zijn eigen tempo. We hoeven ons geen zorgen te maken. Wanneer we onze pup blijven begeleiden, komt het zindelijkheidsproces in orde. Heb je nog vragen over het zindelijkheidsproces van je pup of hond? Laat dan niet na om een reactie na te laten hieronder. Ik reageer binnen de 48 uur. Op het geluk van jou en je hond.